Deze beschouwing die gaat over de herkomst van kwaadaardigheid. Het is nu 11:45 op een maandagochtend, 27 mei 2019. Gisteren is mijn dochter nog even langs geweest. Ik had een cadeautje voor haar. Ze heeft mijn oude horloge gekregen. Toch wel een mooi exemplaar. Een mooie watch. Een zwarte plaat. Rechthoekig. Alleen maar 4 streepjes voor de tijdsaanduiding. Dus geen cijfertjes of zo. Heel minimalistisch. Nieuw bandje voor haar erom laten zetten. Nieuwe batterij erin. Dat is een kwartshorloge. Dat is een reten nauwkeurig. Voor zo'n kind van 19. Dat is een sieraad dan. Hè? Ja, ik hoef het niet hoor. Ze zeggen nog, wil je dat zelf niet? Ik zeg, nee joh. Ik heb mijn Nokia. Kan je mee bellen, kan je mee sms'en. En heel belangrijk, je kan zien hoe laat het is. En dat ding is nog verbonden met een SMTP, wat heet dat toch? Nee, een NTTP of NNTP. Network Time Protocol dingen, server. Dus als het zomertijd is, dan pliep, dan staat hij op zomertijd. Handig ding, zo'n Nokia. En ik ga nooit de deur uit zonder mijn Nokia, dus ja, voor mij is het nogal makkelijk. Ik heb geen horloge nodig. Hey, de bron van het kwaad, hè? Dan kijk ik naar mijn dochter. En dan denk ik, oei, 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 oei. Door haar moeder is, die is kwaadaardig. En die heeft zulke van die maniertjes, een soort houding of zo. En dat lijkt het net een hele interessante vrouw. Maar die liegt, jongen. Wauw. Die heeft gemene dingen gedaan, naar mij toe natuurlijk ook. Hè? Maar ook naar andere mensen toe. En ook naar dat bloedeigen kind toe, hè. Mijn dochter die had op de lagere school bij de CITO-toets een dermate hoge score dat ze mocht in 1 keer door naar het gymnasium. En dat is toch de hoogste middelbare schoolopleiding die je maar kan krijgen. Met daarmee de beste vooruitzichten. Dan kan je alles kiezen wat je maar wil. En die moeder heeft het even tegengehouden. En ervoor gezorgd dat het kind naar de HAVO ging. En toen was ze klaar met de HAVO. En toen heeft ze dat kind naar de kappersopleiding gestuurd. Om kapster te worden. Na een half jaar dat kind er weer vanaf geluld. Toen heeft ze dat kind naar de supermarkt gestuurd. Om achter de kassa te gaan zitten. En toen heeft het kind dan een opleiding. Pedagogische hulpverlening. En ze zei tegen mij, ik krijg helemaal geen kennis tentamens meer. En kortom, ja, wat moet je ook leren van pedagogische hulpverlening? Dat is helemaal niks, man. Beetje bejaarden in de rond te rijden. Met verstandelijk gehandicapte dagbesteding doen. Kind had naar het gymnasium gekund. Ik had er wel zo gek gekregen om daarna door te gaan en dan in Duitsland te gaan studeren aan de universiteit van, zeg het maar. Leert ze gelijk fatsoenlijk Duits. Ik kan nooit geen kwaad hoor. Guten Tag. Was ist? Ab
Maar dat meinst du niet. Je had bij het Max Planck Instituut kunnen gaan werken. Maar nee, die moeder heeft de zin gekregen. Ze heeft nou sinds het begin van het schooljaar, dus het is nu mei, sinds september of zo, heeft ze een stage, 2 dagen in de week, moet ze werken. Helemaal niet leuk. Iets met verstandelijk gehandicapten en een team wat ze niet mag. Ja, zit ze dan 2 dagen in de week. Dankjewel, mam, voor alle lieve zorgen. Los van het feit dat die moeder mij de deur uit heeft gejoeperd. En toen moest zij dan 2 keer per week moest ze verkassen. De tas pakken en dan moest ze van mij naar die moeder. En dan was ze bij die moeder en dan van de moeder weer naar mij. En... Oh, wat vond ik dat zielig. Ja, die moeder is kwaadaardig. En in het geval van die moeder weet ik waar dat vandaan komt. Dat komt van haar jeugd. Die heeft een ernstig jeugdtrauma. En dat ettert dan door. En de hoop is dan maar dat mijn dochter zich daarvan weet te herstellen. En een duurzame relatie weet op te bouwen. Met een goede man. En een leuk gezin. Ja. Nou, ze loopt nu al te brullen van... Ik wil geen huisvrouw zijn. Nee, dan moet je bejaarden in de rondte gaan rijden. Hè? Voor je dagbesteding. Ja, het is maar wat. Jeugdtrauma's en... verantwoordelijk voor een hoop ellende, hoor. En voor de rest heb je natuurlijk nog de negativiteit op het grotere niveau. De kwaadaardigheid. Met een liegende overheid. Die ons probeert wijs te maken dat de Europese Unie zo goed is voor Nederland. Terwijl wij al 30 jaar lang netto betaler zijn aan dat geldverslindende monster. En ons zuurverdiende, hardverdiende geld wordt over de balk gesmeten. Ik ben blij dat ik geen politicus ben. Want dan ben je mede verantwoordelijk voor die kwaadaardigheid. En de kwaadaardigheid van de overheid, die komt voort uit de katholieke kerk. Die zit erachter. Met hun idiote communistische ideeën. Wij hier in Nederland, dus ik heb dat uitgerekend voor een paar weken terug. Maar als je kijkt naar het aantal arbeiders hier in Nederland, dus dan heb je 17 miljoen inwoners, maar niet iedereen werkt, hè. Ambtenaren bijvoorbeeld, ja, die moeten wel iedere dag opstaan en in de file en alles. Maar die dragen niet bij aan het bruto nationaal product. Nee, werkers, dat zijn mensen die op bouwstijgers staan en dakkapellen plaatsen, dat soort dingen doen. Arbeiders. Nou, de arbeider die betaalt hier in Nederland is van €420 per jaar aan de EU. In 2017 was dat zo. Dus in 2018 zal het omhoog zijn gegaan. Die cijfers zijn nog niet bekend. En ze flikken het ook nog om die cijfers te flatteren. Maar ja, dat hoeft niet iedereen te weten. De EU is kwaadaardig.
En die pikken het geld in van Nederlandse arbeiders. En die geven dat bijvoorbeeld aan Litouwen. Dus in Litouwen krijgt iedere inwoner, dus bejaarde, baby, baaiersklant, zeg het maar. Iedereen daar krijgt van de Europese Unie €450 per jaar. En die mensen zelf krijgen dat niet, maar... Dat wordt even erin gepompt. Alsof Litouwen een ontwikkelingshulpland is. En bij dat verdelen van het geld, hè, want dat is wat de Europese Unie doet. Ze halen dat geld weg bij de landen die wat geld hebben. Of die arbeidsproductiviteit hebben. Dan schapen ze dat geld naar zich toe en dan gaan ze dat uitdelen. Maar in het hele uitdeelproces, ja, er blijft een ongelooflijk stuk aan de strijkstok hangen natuurlijk. Ook zo met het Verenigd Koninkrijk, Engeland, zo simpel gezegd. Brittannië. Ja, die hebben een korting gekregen op de afdracht aan de EU. Met als gevolg dat alle andere EU-lidstaten moeten extra betalen. Om die korting te compenseren die aan het Verenigd Koninkrijk wordt gegeven. En daarbovenop €103 miljoen voor de Europese Unie. Dus het feit dat Engeland een korting heeft bedongen, dat levert de Europese Unie netto €103 miljoen per jaar op. Handig, hè, als je de baas bent van het geld. Dat is kwaadaardig. Het is droevig, hoor. En waar komt die kwaadaardigheid vandaan? Een jeugdtrauma van Mark Rutte? Ja, zou kunnen. Goedgelovigheid van de Nederlander? Ja, zou kunnen. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dus een tijdje terug werd ik aangesproken door iemand en had ik mij kritisch uitgelaten over de EU. En die zei, als je tegen de EU bent, dan rot dan op uit Europa. Kijk die man alleen maar heel verbaasd aan. Ja. Heb jij daar wat over te zeggen, denk ik dan? Ben je mijn moeder? Zo. Mijn moeder die zal het ook zeggen, hoor. Die is ook helemaal voor de EU. En voor vaccinatie en voor het homohuwelijk en de btw-verhoging en al die dingen vindt ze geweldig. En waar komt die kwaadaardigheid van mijn moeder vandaan? Ja. Dat zou ik niet weten. Zo vervelend was haar jeugd niet. Tenminste, wat ik ervan begrepen heb. Altijd ruzie thuis. Tussen haar en mijn vader. Ze had een hele grote mond. En naar mij toe ook. En naar mijn zusje ook. Ja. Een tijdje terug toen belde, ze heeft een nieuwe man, ja, ook al sinds 13 jaar. En die man die belde me op. En hij belde voor iets, ik weet niet meer wat. Zo. En zei, ja, maar ook nog, je moeder die vraagt wanneer we een keertje langs kunnen komen. Toen heb ik een of ander smoesje verzonnen. Ik had er eigenlijk helemaal geen zin in.
Die kwaadaardigheid. En laat maar zitten. Die grote mond. Dat is het eigenlijk. In het geval van mijn moeder. Een grote mond en achterdocht. Vervelende combinatie. En waar komt dat vandaan? Ja, ik zou het niet weten. Vind ik het leuk? Nee, helemaal niet. En mijn dochter heeft die trekjes ook, hoor. Er zit iemand in de familie en... Dat is een vrouw die is christelijk opgevoed. Die heeft nu 5 kinderen onder de hoede. Plus 2 kinderen uit het vorige huwelijk van haar man. Mijn zwager. Ex-zwager. Nou, die 2 kinderen uit het vorige huwelijk, die zijn echt volwassen. 20 of zo, 23. Dan heeft ze er 5 van zichzelf. Met mijn zwager. En ze zorgt lekker voor dat gezinnetje. Klaar. En dan vertelde mijn dochter dat ze binnenkort jarig is. En ze was aan haar gevraagd van wat wil je voor je verjaardag? Dat zij gezegd, nou doe maar geld voor een nieuwe tuintafel. Of een tuintafel. Echt zo'n tafel dat je lekker met z'n allen in de tuin kan zitten. En mijn dochter helemaal tat. Waarom vraagt ze niet iets voor zichzelf? Maar ze vraagt iets voor het algemene nut van het gezin. En ze ging tekeer, jongen. Dan zou ik tegen haar zeggen, ben je Engels gaan praten of zo? Of Amerikaans? Want de hele tijd neukende dit en neukende dat en neukende zus en zo. Geloof je ook in neukende taxis? Keek ze me zo aan. Ik zei, ja, where the hell is the fucking cab? Fucking, zeggen ze dan. Hè? Maar zij zegt dan fucking. Fucking dit, fucking dat, fucking zo. Ja. Hé, hey, dankjewel, die moeder is lekker bezig geweest. Onder mijn wacht was dat niet gebeurd, hè? Maar dat is de kwaadaardigheid van die moeder. Hè? En die slaat dan door in mijn kind. Neukende dit en neukende dat. Alsof ik er blij mee ben. Nee, natuurlijk niet. Maar dat wordt mijn volgende project. Ze is nou sinds lange tijd weer een paar keer bij mij op bezoek geweest. Dus ik heb weer iets van zeggenschap. Maar wat een treurnis. Ja, alles gedaan wat mama goed vond en papa niet. Ja, en dan loopt het zo met je af, hè? Ja, niet dat ik daar plezier in heb of zo. Verre van dat. Ik vind ze verdrietig, droevig. Kijken of ik daar wat aan kan doen. Ja. Denk het wel. En in elk geval die kwaadaardigheid niet beantwoorden met kwaadaardigheid. Dus vandaar dat ze dat horloge van me kreeg. Het was een oud horloge. Wat zij gevonden had in de zak van een oud jasje. En ik zag ernaar dat ze het mooi vond. Dan krijgt ze dat toch. Het is maar een kleinigheidje. Nou ja, kleinigheidje. Dat is toch 4 tientjes met elkaar. Maar ik heb de oude machetknopen van mijn opa. Die had ik verpatst. Aan een buurlander. Voor 5 tientjes. Dus ja. Aan de hele transactie heb ik overgehouden. Een blij kind en een tientje. En die manchetknopen van mijn opa. Dus ja. Ja, daar was ik niet aan gehecht. Hoor. Die heb ik ook alweer 30 jaar. En nooit wat mee gedaan natuurlijk. Tegenwoordig draagt geen mens wat meer. Ja.
En als herinnering heb ik genoeg herinneringen aan mijn opa. En spulletjes en zo. Heb ik dat niet voor nodig? Nee, de boosheid van mijn moeder, ik zou het niet weten. Het is me altijd bijgebleven. Dat ik ben opgegroeid in Amstelveen. En toen ik klaar was met de HAVO, toen zijn we verhuisd naar Groningen. Ja, dus het was best een leuke tijd in Groningen. Maar dan woonden we 13 kilometer van de stad. En ik moest in de stad Groningen op school, naar het VWO. En mijn moeder zo'n sneer van tevoren van, nou, we moeten nog maar zien of jij er wel volhoudt. Elke dag 13 kilometer heen en 13 kilometer terug. En ik word dan weer van opmerking. Ja. Snap ik niet hoor, waarom je zo doet tegen je eigen kind. Kwaadaardigheid. Dus in het geval van mijn moeder, ik zou het niet weten. Mijn zus die heeft ook die kwaadaardigheid. Ja, ik heb het niet. Of is die kwaadaardigheid dan alleen onder vrouwen? Ja, want die paar voorbeelden die ik net noemde, zijn vrouwen. En de overheid, dat is een vrouwelijke instantie. De mannen doen het werk en de vrouwen houden toezicht, zullen we zeggen. Jörg Liesman zou zeggen. Dat is mijn bijbelgelovende christenvriend. Want het kwade, dat komt van de antichrist. Ja, daar verklaar je een hoop mee. Hoor. Geloof ik wel dat de inhoud van de Bijbel... Dat vooral de kwaadaardige mensen, die wijzen de Bijbel categorisch af. Dat zegt ook iets, hè? En waarom zou je dat doen, hè? Waarom zou je niet houden aan die inhoud van de Bijbel? Niet dat ik me er altijd even aan gehouden heb. Maar in principe toch wel. Of geprobeerd. Ik geloof niet dat ik kwaadaardig ben. Het enige wat ik gedaan heb waar mensen zich aan geïrriteerd hebben, is dat ik ongelooflijk veel alcohol heb gedronken. En dat doe ik nou niet meer. Dus. Ja, en heb ik er iemand dan boos mee gedaan? Kwaad mee gedaan? Ik dacht het toch niet. Nee, als ik hier thuis een beetje bier zit weg te tinken, wie heeft er last van? Het is een beschouwing, hè? Ja, ik ga niet vertellen waar het kwaad nou vandaan komt, volgens mij. Maar jeugdtrauma's zijn daarvoor verantwoordelijk. Mede, hè? En dan heb je die hele gemene kerk, die katholieke kerk.
Dat globalisme, dat, katholiek betekent universele. De universele kerk is het. Het is een kwaadaardige organisatie. Ja, die klopt ons geld uit de zak. Ja, daar word je niet blij van. Die sticht oorlogen. De Vietnamoorlog. Tweede Wereldoorlog. Eerste Wereldoorlog. Ze zijn verantwoordelijk voor de Jodenvervolging. De katholieke kerk allemaal. En ze zijn er een ster in om iedere keer een ander de schuld te geven. En een ander het vechten te laten doen en het sterven. De boel tegen elkaar op te stoken en dan... Haha, haha, haha. Nee, is geen leuke organisatie. En super, super machtig. De macht op deze aarde. De enige zware jongen. En dan kom je toch weer terug bij de Bijbel. Dat in de Bijbel staat wat je er tegen, ja, hoe je je er tegen kan wapenen. Hoe moraliteit, moraliteit, hoe dat alles is. Hè? Hoe daar geen uitzondering op is. Nou, ik kan dan iets voor jullie om erover na te denken, vind je niet? Hoe je eigen houding is. Ik kan ook zeggen, het boeddhistische standpunt heb je nog. Dat boeddhistische standpunt is dat de kwaadaardigheid komt van het feit dat je te veel verwacht van het leven. En dat creëert een ontevredenheid. En die ontevredenheid leidt tot hebzuchten. En die hebzucht die leidt tot moordzucht. Dat is Boeddha. Zit ook wat in hoor. Ja, Jurk zou zeggen, ja, Boeddha is van de Jezuïeten. Maar dat kan niet. Nee, dat zegt Jurk niet. Boeddha is van Babylon, dat zou hij zeggen. En de Jezuïeten zijn van Babylon. Dus als je het hebt over de katholieke kerk, dan heb je het over Babylon. Het gevolg van Babylon. Tja, dat je het even weet. Hey, super bedankt voor het luisteren. Dat is een mooie korte, hè, over de herkomst van het kwade. Waar komt dat vandaan? Ja, samengevat is het niet goed omgaan met kinderen. Want mensen hebben best een hoop zorg nodig, hoor. Ja, die moet je wel krijgen als kind, hè. En krijg je die niet, ja. Ja, hoe moet je dat goed maken? Lijkt mij heel lastig. Maar het kan wel. En als je het lukt... Om vanuit een jeugd waarin je verwaarloosd of mishandeld bent. Om overeind te gaan staan. Heb je wel 3 dubbele bonus.
dan staat je wel een heel mooi leven te wachten. Met diepgang. Misschien wel meer diepgang dan de omgeving. En ben je in staat om gelukkig en daadkrachtig te zijn in een samenleving die geregeerd wordt door leugenaars die werken voor de paus. En jij weet overeind te blijven staan. Zelfde laak aan het pak. Je loon zal ernaar zijn hoor. Dus misschien is het wel niet erg dat al dat kwaad er is. Dat het juist voor ons een voedingsbodem is om te laten zien hoe goed dat wij zijn. En dat je daarom het kwaad ook niet moet bestrijden, maar dat je in het kwaad moet overleven. Totdat Jezus terugkomt. Als Jezus terugkomt, dan hij heeft iets te maken met het einde der tijden en het Armageddon. Van de wereldoorlog. Maar zover is het nog niet. En de vraag is wanneer wel. Want het tijdstip is niet bekend. Dat is niet aan een mens gegeven. Snap je? Nou, even uit Arnhem. 27 mei. Een maandag. 2019. Sag ich tschüss. En dag lieverds.